Indien u opteert voor het plaatsen van een Radson handdoekradiator, moet u weten dat het bevestigingsmateriaal steeds met de radiator wordt meegeleverd. Dit bevestigingsmateriaal is aangepast aan het type van de radiator en zit steeds ingesloten in de verpakking. Wees voorzichtig bij het openmaken van de verpakking van de radiator om beschadigingen te vermijden. Als u van start gaat met de plaatsing van de radiatoren, dient u de vloerpas te bepalen. De vloerpas is de afstand tussen de betonplaat en de afgewerkte vloer. Let op, deze vloerpas is verschillend van woning tot woning. De radiator zelf wordt op ongeveer 15 cm van de afgewerkte vloer opgehangen. Maak steeds gebruik van een waterpas bij de plaatsing van een radiator. Nadat de verpakking van de radiator is verwijderd, kan u de ophangbeugels bevestigen. Volg nauwlettend de handelingen van onze technieker. Bijgeleverde plukken en bouten worden de ophangbeugels tegen de muur bevestigd. Er bestaan verschillende types en modellen van handdoekradiatoren. U zal merken dat de bijgeleverde ophangsystemen verschillend zijn volgens het type of model van handdoekradiator. Maar het principe van plaatsing blijft steeds hetzelfde. Ophangbeugels worden aan de handdoekradiator bevestigd. Deze beugels worden vervolgens aan de ophangbeugels tegen de muur vastgemaakt. Er wordt steeds een afwerkplaatje bijgeleverd om het geheel mooi af te werken. Voor de aansluiting van een handdoekradiator voorzien we een haakse of rechte retourkraan, een haakse of rechte aanvoerkraan en een zakje klemkoppelingen. Deze kranen worden voorzien van Loctite Cord om een waterdichte verbinding te garanderen. Dit alles kan u nog eens nalezen in het handboek Verwarming van pagina 15 tot en met 18.
automatisch bijgeleverde inbussleutel worden de koppelingen van de kranen onderaan in de radiatoren geschroefd. We voorzien links onderaan de aanvoerkraan met de rode buis en rechts onderaan de retourkraan met de blauwe buis. Maak gebruik van een inwendige plooiveer. De plooiveer voorkomt het dichtknikken van de Alpex-leiding. Breng met een leidingschaar de Alpex-leiding op maat. Plaats de moer, vervolgens de klemring, kalibreer de leiding met het kalibreerapparaat en plaats tot slot het slangpilaar. Zet dit alles goed vast met de gratis bijgeleverde sleutel. Voor de plaatsing van de thermostatische kraan verwijdert u het plastic beschermdopje, zet de kraan op stand 5 en schroef deze vervolgens op de aanvoerkraan. Rechts onderaan wordt de retourkraan gemonteerd. Maak opnieuw gebruik van de inwendige plooiveer. Knip met de leidingschaar de leiding recht af en sluit dit alles aan met een klemkoppeling. Verwijder het Promee afdekplaatje en zorg ervoor dat de inbuskraan volledig open staat om een goede en volledige opwarming van de radiator te bekomen.